Hey, Monique toch? Hey, klopt. Hi. Ja, gave winkel. Dankjewel. Best wel groot ook. Maar jullie zijn best wel klein begonnen, toch? Wat is echt dat verhaal erachter? Ja, dat is wel een leuk verhaal. Meer dan 30 jaar geleden is Pluutermeter opgericht door Gerfried Schüle. Hij is een voormalig Europees snowboardkampioen. En na zijn dag op de berg ging hij nog in de garage van zijn moeder snowboardkleding verkopen. Oké, en dat is echt uitgerold tot winkels? Ja, dus eigenlijk op dit moment hebben we al meer dan 40 winkels. Verdeeld over Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en sinds november 2018 ook in Nederland. Oké, en dan vanwaar de keuze om ook Nederland mee te nemen? Nou, we hebben de webshop beschikbaar in 14 verschillende talen. Daarvan natuurlijk ook Nederlands. En we hadden al zoveel Nederlandse klanten dat we dachten, die willen we nu ook gewoon graag persoonlijk advies kunnen geven. Oké, nice. En waar staat het bedrijf dan echt voor? Nou, bij Pluutermeter vind je alles voor snowboarden, freeskiën, surfen, skaten. Maar natuurlijk ook trendy streetwear, schoenen, accessoires. Nou, eigenlijk alles. Nou, ik ga nog even een rondje maken door de winkel. Ik wil jou natuurlijk niet te lang ophouden. Maar als er wat is, dan hoor je het. Weet je mij te vinden. Yes. Ciao. Yo man, kan ik je een beetje helpen? Hey man, nee, ik ben eigenlijk een beetje aan het rondkijken. Maar jij werkt dus ook hier? Ja, klopt. Ja. En hoe lang werk je hier al? Ik werk hier sinds de winkel in Utrecht open is. Sinds dan werk ik voor Pluutermeter. Oké, nice. En wat vind je dan echt het tofste aan je werk? Ik vind het heel erg leuk dat je in een jong team werkt, waar iedereen zijn eigen boardsport beoefent en daarom ook heel veel stook heeft op zijn eigen boardsport en zijn eigen expertise. En dat kun je ook heel erg overbrengen op de klanten. En als iemand enthousiast is, dan merk je ook in het gesprek en zo. En dat is echt super nice. Jij bent dus teamrider voor Pluutermeter. Ja, dat klopt. En wat doe je dan precies? Wat ik voor Pluutermeter doe is, ik snowboard op een professioneel niveau. Dus ik doe veel mee aan wedstrijden en ik snowboard zelf vaak indoor. En daar train ik en dan help ik eigenlijk ook kids coachen en hun sponsoren mij erin. Ja, en heb je het naar je zin als teamrijder? Ja, onwijs. Als je voor Pluutermeter rijdt, dan gaan er in één keer deuren voor je open die normaal wat lastiger te openen zijn. Je kan heel veel trits, je kan meedoen met wedstrijden. Dat is onwijs prettig. Pluutermeter is bijvoorbeeld ook de hoofdsponsor van een van de grootste evenementen die we hier hebben in Nederland. Het is Rockerill en die wordt midden in Den Haag gehouden. En ja, het is een onwijs bijzonder gevoel om daar dan als Pluutermeterrijder te mogen staan. Voel je daar niet een soort bepaalde druk op je schouder? Ja, er worden wel dingen voor je verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het maken van content, het meedoen aan wedstrijden. Maar Pluutermeter is eigenlijk een soort familie. Dus het gaat op zo'n fijne, prettige manier, waardoor het niet onwijs als druk voelt. En daardoor is het voor mij een onwijs fijne shop om achter mijn naam te hebben staan.